En het Openbaar Ministerie laat optekenen dat de lading van 1549 kilo cocaïne, die op 14 januari is onderschept in Jamaica, niet afkomstig is uit Suriname. Op 15 januari hebben lokale media aangegeven dat op een schip dat mogelijk afkomstig was uit Suriname en dat China als eindbestemming had met de drugs aan boord was onderschept in Jamaica. Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding hiervan een onderzoek laten instellen waaruit blijkt dat de drugs niet uit Suriname afkomstig is, maar uit Colombia. Volgens de Jamaicaanse autoriteiten was de vermoedelijke eindbestemming van het schip Trinidad en Tobago. De 39e jaarlijkse generale vergadering van de CANTO wordt in Suriname gehouden. De vergadering is van 5 tot en met 7 februari 2023 en wordt gehouden in de ballroom van Hotel Torarica. Het thema is Fostering a Resilient Data Sphere for All. Het telecommunicatiebedrijf Suriname is een van de sponsoren en directeur Mike Antonius, die ondervoorzitter is van de CANTO, is gastheer. Surinaamse militairen hebben in samenwerking met Franse militairen ruim 250 niet ontplofte projectielen vernietigd in het OP Savannah-gebied. Het gaat om projectielen die dateren uit de periode van de Tweede Wereldoorlog en Binnenlandse Oorlog. De granaten zijn jaren in het gebied blijven liggen en zorgden voor een enorm gevaar. Hoewel dit gebied reeds veilig is gemaakt, bestaat de kans dat er nog soortgelijke projectielen liggen op naastliggende terreinen. Deze operatie is voor beide landen van enorm belang, aangezien het terrein in de toekomst gebruikt zal worden voor gezamenlijke trainingen.